En nou is het geld binnen. Gaat het nou ook echt definitief door? Ja. Ja, ja. Ja zeker. Ja. Initiatiefnemers Claudia de Zeeuw en Nelly Brands kunnen het nog maar nauwelijks bevatten. Maar de veiling die zij zondagavond organiseerden heeft genoeg opgeleverd om ook dit jaar een drijvende ijsbaan in het centrum van Leiden aan te leggen. Ja, we hebben bij elkaar 12.600 euro opgehaald met deze avond. Ik vond het ook heel spannend, want je hebt geen idee wat mensen gaan doen. Maar het is echt heel goed verlopen. 1, 2, 3, schoppen en lopen. Waarom was het nodig om dit jaar een veiling te organiseren? Ja, omdat er gewoon niet zo heel erg duidelijk was hoeveel geld er zou zijn om die ijsbaan helemaal voor elkaar te krijgen. Het is toch corona. Er waren ook een hoop sponsors afgevallen die toch erg getroffen waren door corona. Dus ja, we dachten nou, we pakken het gewoon op. De ijsbaan komt er dus. De organisatie van de aangrenzende kerstmarkt heeft laten weten dat hun evenement dit jaar niet doorgaat. Ja, dat is wel een beetje gek, maar ik denk dat die ijsbaan is toch nog een veel belangrijker aspect in de stad dan die kerstmarkt. Weet je, die ijsbaan die trekt ook zoveel kinderen en mensen naar de binnenstad, wat ook voor ondernemers gewoon heel goed is. En het is jammer dat die kerstmarkt er niet is, maar dan drinken ze gewoon maar lekker een chocomelletje bij Einstein of bij City Hall. Ook prima. Begrijp je dat er geen kerstmarkt is? Ja, ik begrijp het wel. Het is een rare tijd en het is heel duur om zoiets neer te zetten. En het is ook best wel duur om als ondernemer er weer in te stappen in zo'n chalet. En je weet niet wat het gaat doen, dus ik snap die onzekerheid. En dan is dit duidelijk, hè? Dus alleen ijsbaan, prima. Zijn jullie bang dat er niemand komt als er geen kerstmarkt bij is? Nee, totaal niet, want die ijsbaan is van zichzelf zo'n aantrekkingskracht. En die ligt een maand. En daar hebben zoveel kinderen plezier van in de hele kerstvakantie, maar ook daaromheen. Nee, dat ding is gewoon goud waard. Absoluut. Ja, heel bijzonder om hier nu zitten te studeren. Terwijl hier natuurlijk normaal feestjes zijn en we normaal uitgaan. Het contrast kan bijna niet groter. De grote zaal van poptempel De Nobel is nu een stiltegebied waar studenten zich voorbereiden op de tentamenweek. We hebben bijvoorbeeld afgelopen zaterdag gehad weer nog een volle bak met een concert van Roxanne Hazes. En nog geen 48 uur later is het mij stil en zitten er mensen keihard te studeren. Is het beter dan in je studentenkamer of in de UB? Ja, ik denk van wel, want het is een andere leeromgeving. Het is makkelijker om je dan te concentreren. En in je kamer, ja, na een tijdje, dan voel je een beetje claustrofobisch. Dus het is wel fijner. Zou ik wel naar de bibliotheek kunnen gaan, maar die zitten vaak vol. Moeilijk reserveren. En toen kwam dit voorbij. Toen heb ik me hiervoor ingeschreven en het is eigenlijk geen fijne plek om te studeren. Het initiatief van de Red Bull Study Club is een uitkomst voor het tekort aan studieplekken voor studenten. Maar het is ook een steuntje in de rug voor de concertzaal. Ik denk dat iedereen begrijpt dat het voor concertzalen en podia natuurlijk een bizarre tijd is geweest. Waarin we heel weinig konden. Dus we zijn blij dat we nu los van de studyclub natuurlijk weer concerten mogen organiseren. Maar daarnaast kan ik niet ontkennen dat het natuurlijk mooi is om ook van maandag tot en met donderdag en dan met zo'n partner dit te doen. Ja, nee zeker. De studenten kunnen hier nog de hele week terecht. En als afsluiting staat er komend weekend een groot eindfeest gepland. In de voormalige ambachtsschool aan de Haagweg nummer 4 in Leiden geeft Bernadette Drent al ruim 25 jaar naailes. Sinds kort staat er een nieuwe cursus op haar programma. Kan je daar meer over de upcycling vertellen? Ja, een van mijn passies is ook, of eigenlijk afwijking, is dat ik nooit iets weggooi. Dat ik overal wel brood in zie. En het is natuurlijk heel actueel dat mensen zijn steeds meer bewust van onze voetafdruk. Dus ja, aan alle kanten wordt er verduurzaamd en in de textiel is dat heel erg nodig. Mensen kopen iets en zijn gewend om gewoon elk jaar een hele nieuwe garderobe aan te schaffen. Nou ja,
We hoeven het niet te hebben over waar het dan precies vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Vaak erg milieubelastend. Maar ook, ja, zonde. Dus ik wil mensen verleiden om met hun oude spullen of dingen die ze misschien niet meer zo leuk vinden, iets nieuws te gaan maken. Dit is bijvoorbeeld een broek geweest, of eigenlijk twee broeken. De binnenkant was weer een andere broek. Dit was de gulp, dit was natuurlijk de achterzak. Dit was een vest wat ik van iemand had geleend, wat eigenlijk al klaar stond om in de bak gegooid te worden. En ik ga daar letters op borduren en dan wordt het een klein schattig kussentje. Dit was een t-shirt. Mijn schoonzoon had een mooie lamswolle trui te heet gewassen. Was zo groot geworden. Dit is een leuke muts met het t-shirt van iemand anders als voering. En het zijn allemaal dingen die je in een half uur of een uur kan maken. Ook al heb je nog nooit eerder genaaid. Ik heb zelf ook een oude broek meegenomen. Dit is een hele leuke broek, vond ik zelf. Legerthema. Maar ik pas er niet meer in. Wat zou je hier nou mee kunnen doen in zo'n middag? Oh, kijk eens. Zelfs mooie ritsjes nog. Dus je hebt al 3 ritsen. Ja. Kostbare zaak. Je hebt hier mooie zakken. Wat je zou kunnen doen... Pas je de band nog wel om je taille? Ja, om de taille gaat wel, maar het gaat om dit. Die passen niet meer om mijn heupen. Ja, nee, kan gebeuren. Nou, wat ik zelf heel makkelijk vind, is van een broek een soort revolverding is het eigenlijk. Maar ik, zoals nu ook, heb ik dus een jurk aan. En ik heb geen zak voor mijn sleutel en mijn mobiel en mijn schaar en zo. Dus dan heb ik, dit is eigenlijk gewoon dit gedeelte uitgeknipt. En dan helemaal langs de band. En dan heb je een soort van tasje. Het wordt echt gezien tegenwoordig als een soort wegwerpproduct. Ja, en dat kan ik niet goed tegen. Ik ben toch wel erg van de duurzaamheid. Mag je die dropjes niet gewoon opeten? Nee, ik vind ze vies. Ik hou niet van drop. Op de zolder van Museum Boerhaven wordt deze herfstvakantie weer flink geknutseld. We hebben het hoestdrankje brouwen. Kinderen kunnen dan zelf aan de slag met het hoestdrankje, want het griepseizoen staat weer voor de deur. En de tweede activiteit is het maken van een eigen snavelmasker. In de tentoonstelling Besmet hebben wij ook... Een van de replica's van hoe in de 17e eeuw de dokters met een snavelmasker liepen. En de kinderen kunnen vandaag een replica daarvan maken. Dus ze zijn lekker aan de slag. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Nou, we hadden niet echt iets beters te doen en de rest was allemaal vol. En je bent nog niet heel ver. Nou, het duurt lang. Het is veel knippen en tekenen. Dan hebben ze hier van die oranje dingen en die moet je gewoon overtrekken en dan moet je het uiteindelijk in elkaar zetten. Is dat moeilijk? Ja, want het lukt niet echt. Nou, je moet die pinnetjes erin doen en dan los doen of zo en dan moet het een snavelmasker worden. Waarom maak je geen hoestdrank? Oh, die heb ik al gemaakt. Heb je het al geproefd? Nee, dat nog niet, maar je moet nog oplossen. Het duurt een dag. Het gaat sneller als je dit flesje thuis op de verwarming zet, want dan gaan de dropjes sneller opgelost worden. Wat doe je er nou in? Honing. Honing en drop? Ja. Dat wordt wel lekker. Ja, ik vind drop namelijk wel lekker. En wat moet er daarna gebeuren? Er zit water in en dan schudden, 30 seconden lang. En ik zie ook allemaal etiketten op tafel liggen. Ja, die kan je erop doen en dan je naam en de ingrediënten erbij schrijven. En krijgen de kinderen dan ook uitleg dat ze de link kunnen leggen met bijvoorbeeld de tentoonstelling Besmet? Zeker, op tafel staan allerlei uitlegbordjes die de link leggen met de tentoonstelling die er nu is. Het geeft ook uitleg waarom de dokters vroeger op die manier zich kleden. En er lopen altijd museumdocenten rond die meer kunnen vertellen als er vragen zijn over de snavelmaskers. Nou, we hebben net onze nieuwe mascotte Billy Bever hebben wij gepresenteerd aan de kinderen. Want uiteindelijk is het om de beleving binnen het zwembad te vergroten. En wij willen vooral, als er leuke activiteiten zijn voor de kinderen, willen wij deze mascotte inzetten. Dus die staat eigenlijk voor zwemplezier en alles wat in de zwembaden gebeurt voor de kinderen.
Ja, want Billy Bever is niet de mascotte van Zwembad de Zijl, maar het is breder, hè? Ja, het is breder. Het gaat echt over alle activiteiten wat zwemmen betreft voor de kinderen hier binnen de gemeente Leiden. Dus ook 5 meibad en ook de Vliet als we daar activiteit houden. Dus met name bij de zwembaden en bij de zwemlessen zul je Billy Bever ontmoeten. En wij hebben dit natuurlijk ook in onze merchandising hebben we het ook uitgezet. Dus tasjes van Billy Bever en ook het hele lesprogramma wordt in die sfeer uitgerold. Waarom was het nodig? Ja, uiteindelijk willen wij onze producten leuker maken. Willen wij het voor de kinderen nog leuker maken om hier bij ons zwemlessen te verzorgen. En dit levert daartoe een bijdrage. En als een kind het nou heel spannend vindt, gaat Billy dan ook mee het water in? Billy gaat niet het water mee in, maar Billy zal wel enthousiasmeren, motiveren en in ieder geval de kinderen op hun gemak stellen. En je ziet ook dat hij vrij toegankelijk en aaibaar is, dus dat gaat wel lukken. Een goede zwemmer en een vrolijke figuur. Ja. Mooie dunne korst, mooie gewoon lichtgele kaas, komijnsmaak is fantastisch. Ik denk dat dit, we hebben hier een winnaar. De beste kaasmakers uit de regio namen het donderdag in Zoeterwoude tegen elkaar op tijdens de kaaskeuring rondom Leiden. We beginnen altijd met de buitenkant. Ziet hij er goed uit? Heeft hij de goede vorm? Daarna nemen we een boormonster. Die boor, daar knijpen we vaak in. Dan beoordelen we hoe we hem vinden, voelen, wat de consistentie is. En daarna dan gaan we die boor ook proeven. En dan kijken we hoe die smaakt en ook hoe die ruikt. Daarna snijden we hem door en bekijken we ook nog hoe het uiterlijk van de kaas eruit ziet. Hoeveel verschillende kazen proef je eigenlijk op zo'n dag? Nou, dat verschilt een beetje. Dit keer is het een kleine 20, soms is het 25. Dus heel veel meer moet ook niet. Want dan op een gegeven moment bij niet, kun je uiteindelijk niet meer kritisch genoeg beoordelen. Dus, Een aantal deelnemende boeren assisteerden de keurmeesters. Frank Kaptein tilde kazen, terwijl collega Sjaak van Veen verantwoordelijk was voor de puntentelling. Nou, de keurmeesters die weten niet van wie de kaas is die ze keuren, dus anoniem. Maar als je dan hier zit te schrijven en je ziet je kaas voorbij komen, ja, dan ga je natuurlijk even trillen. Ja. Maar dan kom je niet in de verleiding om een hoger cijfer op te schrijven? Nee, je bent onafhankelijk ben je schrijver, dus je mag vaak wel meeproeven. En dat is best wel interessant, omdat je zelf kaas maakt. Je wil er ook weer wat van leren. Dat kaaskeuren, dat is echt iets voor mensen met een hele scherpe tong. En ik hoef alleen maar te dragen, joh. Ik ben alleen maar de sjouwer en af en toe krijg ik een stukje kaas. 'S Avonds vond de prijsuitreiking plaats. De kazen werden beoordeeld in 8 categorieën. De winnaars ontvingen een beker uit handen van maître fromager René Koelman. Wisseltrofee Het Leidse Kaasmeisje was dit jaar voor de familie Kwakernaak uit Oud-Aden. Zij maakte volgens de jury de beste jonge boerenleidse en belegen boerenleidse kaas. Het kaasmeisje komt weer thuis, hè? Dat klopt, ja. Hij staat ook in het dorp Oud-Aden. En nu heb ik hem hier in een kleinere versie in mijn handen en die mag ik een jaar houden. Net als bij de vorige keuring ging de familie van der Plas uit Sassenheim er met meerdere prijzen vandoor. Met hoeveel kazen hebben jullie meegedaan? Met 5 kazen hebben we meegedaan. En 3 prijzen? Ja. Dat is niet verkeerd. Nee, prachtig toch? Ja. Welke heb je in je handen? Welke kaas? Dit is de belegen kaas. Dat is eigenlijk de grootste categorie, eigenlijk voor mij de mooiste prijs. Ja. Jullie komen uit Sassenheim, hè? Uit Sassenheim, ja. En waar verkopen jullie de kaas? Zelf of ook in de winkels? Ja, we hebben op de boerderij een eigen winkeltje en daar verkopen we bijna alle kaas die we hebben. Dan blijft er weinig over voor de andere verkopers. Ja. Ja? Ja. Deze 3 prijzen, die mag je houden. Vorig jaar had je er eentje, die moest je teruggeven. Die ben je nou wel kwijt, hè? Die ben ik nou kwijt. En volgend jaar dan strijden we er weer om hem weer thuis te halen.